Mijn naam is Mary-Ann van der Velde. Ik ben kunstmakelaar en ik ben uitgenodigd door Nicole, teamleider bij Laurens. En zij gaat mij vandaag laten zien wat het allemaal inhoudt, haar beroep. Ik ben Nicole Meijer en misschien dat je me kent van Heel Holland Bakt, maar in het dagelijks leven ben ik vooral teamleider bij Laurens Thuiszorg. Hi! Hallo! Hoi! Hallo, Mary-Ann van der Velde. Ja. Hi! Ja, dit is onze teamkamer. Hier vertrekken de medewerkers 's ochtends vanuit en hebben we overleggen. Dus kunnen we de meiden zo bij je. Ga lekker zitten. Nou, fijn dat we even zitten in de driehoek die we hebben. Ja, en hoeveel mensen werken in het team? We hebben ongeveer 15 medewerkers per team. Dus die zijn ook verantwoordelijk voor zo'n zorgplan. Wat kan je een voorbeeld geven? Wat houdt een zorgplan in? Eigenlijk heel simpel, daar heb je een plan gemaakt van wat er aan zorg nodig is voor een cliënt, zodat diegene nog thuis kan blijven wonen. Dus daar staat in bijvoorbeeld, wij komen elke ochtend helpen met wassen en aankleden. Okay. En dan probeer je ook zoveel mogelijk dat die mensen altijd door dezelfde verpleegkundige worden geholpen. Ja. Wat vind je het leukste van je werk eigenlijk? Nou, dat ik echt met een team kan bouwen aan iets wat ik en mijn medewerkers allemaal belangrijk vinden, namelijk goede kwaliteit van zorg leveren bij cliënten. En ik vind het heel leuk om daar alles omheen te regelen, zodat dat gebeurt. Dus ja, dat is mooi. Nou, hoe vond je het vandaag om zo een dagje in het leven van een teamleider? Nou, heel bijzonder, want dat had ik nog nooit gedaan in mijn leven. En er komt veel meer bij kijken dan je op eerste gezicht zou denken. En wel heel erg leuk dat je zoveel contact hebt met de mensen die in het team zitten. Ja. En dat ze zoveel inspraak hebben. En dat het echt, dat jullie zo uitsloven om al die mensen zo fantastisch te verzorgen. Ja. Ik vind het wel heel mooi. Ik vind het wel heel erg mooi. Ja.